Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video over de Survival Reeks. En vandaag ga ik jullie gaan meenemen in The Nether. Jawel, we gaan een keertje The Nether gaan bezoeken. En dan eens een keertje kijken dat we hopelijk een fort kunnen vinden. Ik ga mij een beetje gaan voorbereiden door mijn armor aan te doen. Ook al, deze is echt al bijna kapot. Ja, oké, ik heb geen ijzer meer. Dus dat was misschien niet zo heel slim. Ik kan op zich wel een gouden maken. Ik ga dat als reserve doen, is niet zo heel handig. Ik ga ook patatjes bakken, want ik wil genoeg eten mee hebben. Dus normaal. Ik wou wel zeggen, ik heb toch nog steenkool ergens? Oh, gelukkig dat ik nog steenkool had. Oké, dus we gaan een heleboel patatjes gaan klaarmaken. We hebben hier steak genoeg. En ik wil ook beetroot-soep kunnen maken, zodat ik de soep kan meepakken. Dus ik moet hier nog ergens... Oh, wacht, ik heb hier nog. En hier heb ik ook nog een kommetje. Dus we gaan hier beetroot-soep gaan maken. Hoppa, oké. Kijk eens aan. Dus ik ga nu een keertje gaan slapen. Ik ga vrij veel eten meepakken, want je weet maar nooit wat je tegenkomt in de Nether. Dus dat is misschien wel handig om genoeg aan eten mee te hebben. Ik denk dat 64 wortels misschien wel veel is. En ik verschrik me iedere keer als ik hier binnenkom. En we gaan nog een keertje gaan slapen. Oh, misschien kan ik beter mijn leren armor dan meepakken, wat hier toch hangt. Misschien is dat beter dan goud te verkwisten. Hallo. Ja, kijk eens aan. Neem ik iemand mee. Het is gelukkig iets. Maar ja, ik ben dus vandaag van plan om naar de Nether te gaan. Ik heb ook nog... Ja, ik heb wel wat zwaarden bij. Ik moet ook pickaxes. Ik heb één pickaxe, maar ik zou eigenlijk graag nog eentje bij hebben. Dus, we gaan een keertje kijken. Normaal heb ik er nog... Heb ik alleen maar nog een stenen pickaxe? Aha. We hebben een ijzeren, maar die ga ik niet gaan meenemen. Ja, ik zal deze meepakken voor de veiligheid en dan die ook. Aansteker, altijd heel handig om bij te hebben. En natuurlijk bouwblokken. Ik ga nog een stack bouwblokken meepakken. Dus ik denk dat ik wel genoeg heb. Misschien maar fakkels, maar normaal gezien heb ik dat niet echt nodig. Dus ik heb 22 patatjes. Ik ga er nog 8 bijmaken en dan vliegen we de Nether in. Oh ja, mijn excuus is als mijn hemd er een beetje paarsachtig uitziet. Het groene scherm hier achter mij. Ja, de greenscreen om die weg te halen gaat ervoor zorgen dat mijn hemd paars is. In plaats van donkerblauw. Allee, normaal is dit mijn kleur. Ja, ja. Maar ja. Oké, greenscreen terug. Oké, kijk eens aan. Ik heb een heel hoop patatjes. Deze gaan we wel wegsteken, want die heb ik natuurlijk niet nodig. Of 5 ropen dat er allemaal meepakken, zeker. En laten we dan eens een keertje in de Nether gaan. Ik ga toch nog een extra pickaxe meepakken. Kijk eens aan, misschien had ik wat hout kunnen meenemen voor dat erbij aan te maken. Maar laten we eens een keertje in de Nether ingaan en hopelijk gaan we wat dingen gaan vinden in de Nether. Het zou wel handig zijn moesten we dingen tegenkomen zodat we later kunnen gaan beginnen met potions te maken. Nu, één groot nadeel. Ik ben hier gespawnd in een gebied volledig binnendoor. Of ja, volledig vast eigenlijk. Alleen ben ik nog nooit die kant uitgegaan. Dus ik ga gewoon eens een keertje die kant uitgaan. Misschien is het niet zo heel handig om hier een brug te bouwen, maar toch doe ik het. Oké, laten we eens een keer een kijkje gaan nemen. Hopelijk is hier wel licht aan het einde van de tunnel. Hier zit lava boven ons, dus dat is wel gevaarlijk. Waar komen wij uit? Letterlijk onder. Ben ik nu gewoon naar onder gewandeld? Wow, hier hebben we een lavapoeltje. Ik denk dat ik hier toch nog niet ben geweest. Nee, ik denk het niet. Oké, ik kan hier wel naar onder gaan. Auw. Oké, hier stopt het. Oké, eventjes vlug wat coördinaten opgeschreven voor moest ik mijn weg kwijt zijn. En ik ga gewoon beginnen met een soort van weg te graven. Oké, dat is wel heel veel geluk hebben. Maar één ding, ik moet hier gaan hennig opletten. Ik wil geen guests of zo tegenkomen. Oh, die blokken wil ik hebben. Die blokken ga ik sowieso al meepakken. Een paar magma blokjes, dat kan altijd... Oh, zielenzand. Oh, perfect. Het enige is, ik hoop dat ik hier ergens nog kan staan. Ja, daar kan ik nog staan. Ik wil niet in de lava vallen. Waarom zijn deze blokken handig? Dat is heel handig als je een soort van liften wilt maken of weet ik veel nog wat. Zielenzand, gaat dat makkelijk? Ja, dat gaat blijkbaar. Oh, je bent hier vlak bij de lava. Oké, ik ben een klein beetje verder gegaan en hier zijn we bij een gebiedje aangekomen. Hallo, mag ik even door? Dank je. Nu hoop ik dat we hier iets of wat kunnen gaan vinden in de Nether. De Nether is altijd zo'n rare plaats om rond te dwalen. Ik vind het meestal maar niks eigenlijk. Het is zo... Hallo. Het is zo'n rare plaats. En vooral die zielenzand. Wacht, kan je dat niet beter met een schub weghalen? Maar ik hoop zo goed... Ik hoop echt dat we nu Netherrack makkelijk kunnen vinden. Dus ik heb nu 17... 18, 19 en 20. Nou, ik ga er 20 meenemen. Je weet maar nooit, kan altijd handigste niet oplopen. Want dan heb je pijn. Auw, dat was een demonstratie. Het lijkt mij dat dit voornamelijk een hele grote pool is. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is misschien eens... Auw, naar die kant gaan. We gaan gewoon... Oh,
Daar moet ik mee opletten. We gaan gewoon eens deze kant uit gaan. Hier komt al licht terug. Dat is een gang of een lavaplaat. Nee, ik heb alleen een gevonden. Nu al zo kortbij. En het scherm is voor jullie zwart geworden. Ik heb per ongeluk op... Oké, hier zijn we weer. Ik heb per ongeluk op F11 geduwd, waardoor ik naar groot scherm ben gegaan. Daardoor is alles een beetje in het honderd gelopen. Maar ik ga de coördinaten eventjes opschrijven. Dus Nether Porto was op die coördinaten. En Nether Port. Ja, neem 90, 36 en 48. Ik kan de video eigenlijk altijd terugkijken. Oké, dus. Oké, dat was heel snel. Ik had nooit gedacht dat ik dat zo snel ging vinden. Het enige is... Hier zitten zoveel monsters altijd, dat ik zoveel spullen ga kwijtraken, dat ik het nu al weet dat ik dit allemaal ga verliezen. Ik hoop het van niet, maar ik denk het van wel. Misschien was het beter geweest om een kist te hebben. Ah, ik had dat veel beter gedaan. Eigenlijk kan ik hier toch binnen gaan. Dat was letterlijk een steunpilaar, dus ik kan hier jammer genoeg niet langs binnen. Volgens mij hoor ik nu al monsters. Dus, dit gaat een gevaarlijke zoektocht. Wow. Ja, oké, daar hebben we er al eentje. Ik wil niet gewidderd worden. Eén voordeel is aan dit zwaard dat ze echt zo ver van jou weggaan. Yes, a terrible fortress. Ja, handig. We hebben eentje gevonden. Dat was echt niet mijn gedachte van dat we zo snel eentje zouden vinden. We gaan ons eten wel een beetje gaan herstructureren. Dat ik genoeg eten bij me heb. Zodat we rechtstreeks echt kunnen beginnen met vechten en weet ik veel nog wat dingetjes. Oké, daar is precies een extra... Ja, die had een pompoen op, hallo. Hé, wacht, had die ene ook geen pompoen op? Het is Halloween wanneer ik dit opneem. Perfecte tijd, hè, om deze video op te nemen met Halloween. Een lavapoeltje. Geen lava meer. Oké, laten we eens een keertje op zoektocht gaan. Oh nee, daar zal er een spawner. En blazes. Ah, ik heb wel mijn fakkels nodig. Ik heb wel mijn fakkels nodig. Gadverdomme. Dus ik wil niet vloeken hier. Vlug. 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 Ja. Oh mijn god, ik heb nu al een spawner. Ik moet wel die blaze even tegengaan. Geef mij een blaze staf, geef mij een blaze staf. God. Oké. We hebben direct al een spawner. Hoe komt hij? Ik dacht dat die beesten niet spawnen wanneer je de fakkels opzette. Of is dat in de Nether wel? Ik weet het niet te goed. Yes! Ik heb één. Yes, ik heb een blaze schot. Nu, ik heb eigenlijk al een ding. Dus nu moet ik alleen nog maar... Netherkruid vinden. Oh, dit is al een heel goede vondst. Oh, dat zit dicht. Ik kan op het moment alleen nog maar naar daar. En niet echt naar daar. Oké, dat is al goed. Oh, eten. Oké, op van zegen. Hier is overal te veel lava. Oh, al die geluiden, joh. Hier is al een trap. Nu, ik weet dat het meestal... Oh, ik zie echt slecht, joh. Meestal... Allee, ik weet toch dat het meestal aan de onderkant is van zo, van dat hele netwerk. Dus we moeten eigenlijk een beetje op zoektocht gaan. Oh, wauw. Ik moet denk ik die grot hebben. Oh nee, nog een spawner. Oeps, ik geef eventjes achteruit. Hihihi. Waar is dan die gang? Is dat letterlijk hierdoor? Ik hoor een guest. Oh, ik verschrok mij dood. Ik hoorde gewoon een guest even. Oh, ik verschrok mij dood. Oh man, waarom? En daar zijn die blazes gekomen. Oké, dus daar zitten die blazes. Dus dat betekent dat ik toch... Hallo. Dat ik toch naar deze kant ga. Ah! Oh nee, daar loopt een nog iets. Oh, hoe noemen die beesten weer? Oh, ik ben hier zo... Ik vind het maar niks. Gelukkig kan ik die dingen zo ver slaan dat die mij gewoon niet kunnen... Oh, ik ben zo blij. Hey, een botje, joh. Dank je voor je botten. Ja, eigenlijk is het wel een vrij OP zwaard, ook al gaat hij niet zo heel lang mee. Dus dat is wel jammer. En daar is trouwens de guest, zie ik juist. Ai, ai, ai. Maar ik weet niet als ik hier ergens moet zijn... Ergens moeten toch ook van die ingangen zijn, waar je binnenin te goed kunt binnengaan. Maar ik weet gewoon totaal niet meer hoe en waar. Ik ben echt gewoon volledig kwijt. Oh, dus ik zit hier vol met spanning tot en met. Oh, je moet eens weten. Nee, nee, nee. Ik wil geen wedder hebben. Nee, ik wil geen wedder effect op mij. Waarom? Als ze maar alleen zijn, dan lukt het allemaal. Hè? Maar als ze met meerdere zijn... Heb ik een witherskull? Ik heb een witherskull. Oh god, en ik heb ook een nieuwe recepten bijgekregen. Damn, dat is allemaal handig. Maar... Waar zit jij? Ik hoor je schreeuwen en kreunen, weet ik veel nog wat in mijn gezicht. Waar zit dat beest? Ik zie die gewoon niet. Die heeft ook een pompoen op. Grappig. Oké. Oh, eten. Altijd op tijd eten. Vooral in de Nether, want ik wil hier gewoon echt niet doodgaan tot en met. Ben ik misschien al hier geweest? Ik heb zo'n voorgevoel van wel. Ja, ik ben hier al letterlijk geweest. Maar waar kan ik nog naartoe gaan?
Ahoy. Hier ben ik nog niet naartoe geweest, maar ik weet dat hier wel ergens een spawner is. Oh man, man. Huh? Oh, waarom is dat gangenstelsel altijd zo raar en zo creepy? Er is gewoon... Ik moet gewoon dat één bepaald ding hebben. Oké, ik heb nog redelijk wat zitten rondlopen en ik denk dat dit zo'n fort is waar... Ja, waar geen... Oh man, dat zijn er in één keer veel. Dat moet ik niet hebben. Ja. Ja, oké. Dag, plezier. Ik denk dat het een nether fort is waar geen... geen nether dinges in zit. Ja, netherrack. Ik denk dat er gewoon totaal geen netherrack in die ene zat. En ik weet dat er zo verschillende zijn waar je er met wel hebt en waar je er met geen hebt. Dus waar ben ik in één keer uitgekomen, hè? Ik ben gewoon naar rechts gewandeld en ik kom in één keer in een heel ander gebied. Wauw, oké. Okay. Is er nog een... Ik denk dat er nog één is. Ja, dat gaat nog één zijn. Je gaat me niet zeggen dat ik zo snel achter elkaar twee zo kort bij... Of is dat dezelfde? Nee, dat is een andere. Oké, laat ik die coördinaten ook maar in één keer opschrijven. Oh ja, inderdaad, dat zijn helemaal andere coördinaten dan die andere. Oh man, dit ding ziet er veel complexer uit dan diegene die ik daar juist heb bezocht. Dus ik hoop, en hier is een random ingang, maar... Ja, dit moet er ene zijn. Dit moet zo eentje zijn, ja. Wat was dat? Jezus. Oh, zadels. Kan altijd handig zijn. Neem me mee. Daarvoor ben ik naar hier gekomen eigenlijk. Neem me allemaal mee. Oké. Het enige wat ik nu eigenlijk nodig heb zijn blazes, maar ik heb kortbij... Allemaal blazes, dus dat is wel handig. Eigenlijk hetgeen wat ik nu wil, is zo vlug mogelijk hier weg. Maar waarom blijf je dan de grond lopen? Om meer dingen te vinden? Oh, dit is... Ah! Ik verschrok me. En de game bleef leggen omdat ik op een server aan het spelen ben. Oh, ik zie gewoon letterlijk een piek. Oh, dat kreeg even een hartverzakking. Halleluja. Nee, daar verschrok ik mij echt even. Ik wil hier niet doodgaan. Laat mij leven. Oh, oké. Okay. Het is gelukkig maar een goede aardige. Nog even de kist. Obsidian. Altijd handig. Diamant. Altijd handig. Een gouden zwaard. Niet echt, maar oké. Okay. Dank u. Hier stopt het. Oké. Okay. Oeh. Amai. Ik heb me verschrokken. Dat was niet normaal, joh. Jezus. Hier was dat laatst. Hier ben ik nog niet naartoe geweest. Hier was ik wel. Nee, hier ben ik ook nog niet geweest. Daar gaan we niet naartoe. Zo van, daar gaan we niet naartoe. Oh, al die verdiepingen, hè. Ik vind dat maar creepy tot en met, hè. Ik wil niet verschrikken. Oké, hoi. Oké. Flint and steel and golden chest plate. Dat is, ja, oké. Wauw, die flint and steel heb ik nog altijd. Oh, waar gaat dat naartoe? Oh, man. Ik heb gewoon weer schrik. Oké. Wat goud. Mooi. Kan ik nog iets dingen achterlaten? Nether bricks misschien heb ik niet echt nodig. Oh, ik weet niet of dit een goed idee is om echt verder te blijven gaan. Oké, de muur stopt. Oh man, hoe dat je zoveel stress kunt krijgen van dit. Dat is niet normaal. Oh, nee, gewone skeletjes. Hou maar aan. Doe maar. Doe je werk. Oh, kijk hoe fijn. Oh, hoe mooi toch. Het probleem is zichzelf opgelost. Ik heb je nog niet eens getarget. Waarom valt je mij aan? Ah, oh, nu gaan die allemaal rondom mij gaan aanvallen natuurlijk. Ah, waarom, jij Toen een skelly. Van waar kom ik nu? Oké, die weet niet meer dat ik hun broeders aanviel. Dus dat is goed. Oh, nog meer. Ik denk dat ik niet verder hier ga ingaan. Ik weet waar ik blaze rods kan doen. Dus ik ga nu gewoon terug naar waar ik naartoe moet. Dus dat is naar 32, 39 en... Nee, blazes. Ah, blazes. Ik moet een beetje korter binnen daar. Wow. Ben ik blij dat dat zo rap kapt. Miepoek. Oké, ik moet een heel stuk... Wow. In de nether moet je altijd zo goed opletten. En moet je echt zo vaak naar onder kijken. Want je kan in zoveel dingen vallen. Oh, dat is altijd een ramp, joh. Ben ik blij dat ik bouwblokken bij me heb. Anders denk ik dat ik nooit uit het ding kon geraken. Wacht, is het niet de plaats waar ik ben geweest? Ik heb pijn doen. Au. Ik heb geen pickaxes meer. Ik heb gewoon geen pickaxe meer. Maar is het niet waar ik moet zijn? Ja, wacht, ik zie hier een cobblestone staan. Ja, wat? Hé? Oké, dat is heel veel geluk hebben. Dat is echt heel veel geluk hebben. Oh ja. Oh, home sweet home. En ik kruip direct de bed in een enge nachtmerries hebben. Oh my. Oké, nou, dat was eigenlijk een redelijke mooie route wat we hebben kunnen doen. We hebben dus zielenzand, we hebben onze magma blokken. Dus we gaan dat direct gaan wegsteken.
Even mijn scherm anders zetten. We gaan het direct gaan wegsteken. Ik ga dat even hier doen. We hebben dus onze obsidian. We hebben onze netherrack niet echt nodig, maar ik ga het toch bijhouden, een stack. We hebben dus onze magma blokken, zielenzand, nether waters, daar kan ik een extra farm voor maken. Oh, dat is wel handig. Een wither skeleton skull eentje al. Die diamanten in blaze wordt echt handig. Nuggets niet echt nodig. En de rest? Ah ja, de zadels. We hebben gewoon al zadels. We kunnen een paard gaan halen als we willen. Oh, dat is wel heel handig. En een beetje goud extra. Nou, toch iets. Ik wist niet dat je dat zo kon maken. Maar dan heb je wel netherwart voor nodig. Waarom zou je dat doen zelfs? Netherwart blok zelf, dat kan ik eventueel maken. Maar dat heeft toch geen nut. Oké, dat is nu wel extreem handig dat we nu ook al netherwart hebben. Die blokken ging ik eventjes in mijn vuilbak gooien. Hup, yep. Die heb ik toch niet meer nodig. Dus dat mag weg. Verbranden die handel. Eens kijken. We kunnen misschien wel al een extra farm bij aanmaken voor ons netherwart. Maar heb ik dan niet te weinig zielenzand genomen? Of moet ik daar eigenlijk een automatische farm voor maken? Want je gaat toch niet continu daarmee bezig zijn. Dus misschien is het wel handig om het gewoon hier te hebben? Ja, misschien wel. Ik ga het misschien daar langs bij zetten. Dat lijkt me wel fijn om dat daar te hebben. Ja, fijn. Misschien is... Nee, dat is een beetje te duister zo. Een beetje te kort bij mijn huisje. Ja. 20 zielenzand en 20 netherwart hebben al. Dan moet ik boven nog een schupje gaan maken voor de grond weg te kunnen schuppen. Dus stokjes pakken. Ja, ik moet mijn kisten terug opnieuw opruimen. Hallo. En ik ga in één keer 2 schuppen maken, want ja... Je weet maar nooit. Het kan altijd zijn dat je eentje extra nodig hebt later. Misschien, wacht. Ik heb totaal niet gekeken. Heb ik nog een schub hier? Het kan misschien zijn dat ik nog ergens een schub heb liggen. Ja, dat ik totaal heb overgekeken. Misschien eerst wil ik eventjes... kom op. Oké, dus ik ga hier aan deze kant wil ik wel dat gaan maken. En misschien ga ik het toch hierbij aanmaken. Zodat moest het ooit zijn dat ik daar gewoon een klein stukje automatisch van maak. Hey, maar wacht... Hoe groot is dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 10. Dus... Oh, dat was niet de bedoeling. Dus als ik dit weghaal... Kijk eens aan. Dus als ik dit weghaal... En we gaan hier telkens zielenzand zetten. Hup, dan heb ik nog 4 zielenzand over voor je weet maar nooit. Dan kan ik dat toch uitbreiden. Dan kan ik het gewoon hier voor maar 2 stukjes doen. En dan heb ik hier een mini-farm eigenlijk. Oh, dat is misschien een heel goed idee. Ja. Dan heb ik eigenlijk een soort van mini-farm. Ja, oké. Ik heb wel wat zand nodig. Hup, we hebben juist zand gedikt. Dus dat is wel heel handig. Dus dan kunnen we dat hier in één keer opvullen. En dan moet ik hekjes en hout hebben. Ik heb nog 21 hekjes. Ik heb wel niet meer zoveel hout. Dus ik moet mijn beeldje erbij gaan halen. En wat had ik nog nodig? Wat zei ik in mijn hoofd dat ik nog nodig had? Wat heb ik nog nodig? Dat is een bijl. Oei, ik heb wel weinig grondstoffen, joh. Oh, no. Oh ja, natuurlijk. Ik heb redstone nodig. Daar was ik voor aan het kijken, eigenlijk. Heb ik hier geen redstone? Ligt mijn redstone boven? Oh, ja, inderdaad. Mijn redstone ligt hier. Daar niet bij nagedacht. Oké, een beetje hout kappen. Is het terug al het is terug al donker aan het worden. Brave. Zo, dat zijn al 38 planken. Ik weet niet of dat er genoeg gaan zijn. We zullen wel zien, want ik heb nog... Ja, ik moet redelijk wat sources hebben. Of redelijk wat dingen hebben om dat te kunnen maken. Dus misschien... ik heb een plank nodig voor dat dicht te maken. Denk ik goed eens aan. Dus, als we dit eventjes allemaal weg doen... Ja, dat zie je dus, Antjens. Dan kunnen we hier allemaal hout rondom doen. Zo... misschien... Waar ga ik mijn opvang doen? Dat is ook een goeie. Op zich kan ik dat gewoon laten staan, het water, omdat dit de opvangplek wordt. Dat is wel niet zo heel mooi, hè? Dat staat niet centraal. Dus dan komt hier achter het watersysteem. Ja, dit gaat dan ook nog dicht. Normaal gebruik je daar steen voor. Oh, ik heb nog steen. Kijk eens aan. Komt helemaal goed van pas. En ik denk dat dat zelfs tot daar moet raken zonder repeater. Ja, kijk eens aan. Heel mooi. Dat raakt er zelfs tot zonder repeater. Dus dat is wel heel goed. Dan kunnen we ook onze hekjes al plaatsen. En dan moet, ja, dan moet volgens mij toch de kist hier gaan komen. Ja, ik denk dat het niet anders gaat gaan. Dat is echt een vervelende. En dan kan ik hier nog valluikjes inzetten. En ik had misschien beter mijn emmer water genomen. Hè. Dat was beter geweest. Oké, dus daar zit nu ook al water in en daar heb ik trapdoors neergezet. En dan is het alleen dit nog een beetje afwerken. En dan is het eigenlijk al. Dus dan, wacht, als ik nu gewoon... dit is de lengte. Ik weet het niet. Zou ik dat dan niet gewoon...
gewoon twee breed. En dan hier dubbele deur of zoiets. Dan is het alleen nog wat... Ja, natuurlijk ons netherwart nog plaatsen. En eenmaal als we dat hebben gedaan, dan zou dat normaal gezien ook al moeten werken. Dus kijk eens aan. Onze farms zijn volledig, ja, eigenlijk echt volledig af. En ik ga hier de video ook gaan beëindigen. Eventjes mijn armor afdoen voor Halloween-achtige stijl. Want we zijn op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Het was misschien een beetje een veel korter video dan normaal. Maar ik hoop dat jullie toch een hele fijne video vonden. Geniet van aan dat duimpje omhoog te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker nog niet dat... belicoontje een keertje aan te raken. Mijn naam is Jens. Mijn excuus ietsjes korter was. Ik moet een hoop video's voorbereiden voor mijn vakantie. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei!